Goedemorgen, welkom bij dag 6 van Expeditie Rob en John. In deze ochtend beginnen de deelnemers met een aantal authentieke Rimbo games. Spellen die hier bij de oorspronkelijke bewoners van het eiland heel erg bekend waren, worden dit keer door de deelnemers doorlopen en daar proberen zij zoveel mogelijk gedeeltes van het eiland mee te winnen. Het team wat uiteindelijk het grootste gedeelte van het eiland in zijn macht heeft, wint het spel. En daarna zullen zij heerlijk kunnen verfrissen in de meren van ons eiland. Ze zullen gaan zwemmen, waarbij zij eigenlijk een beetje tot rust kunnen komen om toch weer de laatste dag te kunnen knallen bij het grote eindspel van de expeditie Rob en John. Wij duiken hier zelf nog even ons zwembad en onze jacuzzi in, net zoals de deelnemers vandaag gaan doen. En dan zien we jullie graag morgen terug bij het fantastische eindspel. Doei! Doedels! Hallo toekomstmij! Wij hebben vandaag de privilegekist gewonnen. Alweer? Maar wat hebben wij gisteren gedaan? Zien jullie echt geen ander briefje? Ja! Dan, ik zie hem niet! Tom, daar heb ik een briefje. Oh, nou, Bo, kom maar naar voren. De punten. Aduurs, 3. Kijk eens wat hij schuift. Zo. De bla, 2. De cobra's, 0. Oh. De rode valken, 4. En de everzwijnen doe ik alvast 1. Avondeten bij de leiding. Oh. En zijn yes. Eten bij de leiding. Oh. Eten bij de leiding. Oh. Toen kwam Rob aan en Rob had voor ons een aantal spellen. En daarmee kon je zeg maar stukken van het eiland veroveren. Dan had je boog schieten, je kon een ton optillen. Wie de langste regendans had, die veroverde dan weer dat stuk. Wie de langste Jabba Dabba Doo auto, de Flintstone auto, heeft gemaakt. Wij als everzwijnen hebben dat gewonnen. Hey! Hey! Jullie gaan als echte expeditie Rob en John eilandbewoners de Rimbo Games spelen deze ochtend. Waarmee het de bedoeling is dat jullie zoveel mogelijk plaatsen op dit eiland veroveren. Hier zie je alle spellen opstaan. Die kun je veroveren met je patrouille dadelijk door ze te gaan spelen. En door de spellen testen te leren. Op de vierde plaats, Black Elegant. Ja. De derde plaats voor de alles die ook heel veel bovenaan gestaan hebben. Tweede plaats voor de rode valken. Iets minder eerlijk. En met eerlijk spelen heel veel punaises. De everzwijnen. Ja, lig je? Ja, en de armen niet. Ik zei armen niet. Hij ligt daar gewoon. En toen gingen we naar het zwembad. En in het zwembad zijn we gewoon. Ik heb mijn broek gescheurd. Is hij zijn broek gescheurd? Twee keer. Twee keer.
Dat je gewoon een zwembad met een gekke spuitfontein ding. Ergens anders had je een random babybadje, ben ik zelf niet geweest. En dan had je nog hier een soort van rond ding, met daarin nog een rond ding. Er was maar zo'n opening in. En dan kon je een soort van klein rond zwembadje zetten. En dan is dat ook nog een soort van zwembad. En uiteraard ook nog een hele lijpe, coole glijbaan. En uiteindelijk gingen we in een ronde stuk zitten zo. En die gingen we allemaal rondjes lopen. En uiteindelijk kwam je zo'n draaikok zo. En dan tegen die richting in. En dan super sterk zo lopen. Zo bam bam. En toen gingen we een klein bandje gingen we om de beurt springen. En ik krijg een rode water. Dat gaat zo. Ah! Ah! PLHPS-spel waren allemaal verschillende spellen. We deden teams van twee. We hadden ook geklootzakt, een kaartspelletje. En kleurbal. Cup. Ja, cup. En aan het einde hadden we één groot slagveld met waterpistolen en waterballonnen. Eén grote chaos. Dat was wel grappig. Daarna hadden we Britse Bulldogs gespeeld. Ik was tweede. Rob en John's Bootcamp Fortnut Battle Royale. Ja! Kak! Kom, kom! Hey! Hey! Kak!
rug is koud. Zo, goeie avond jongens. Hier ben ik weer. Dank je net. Morgen, in de loop van morgen, zal ik terugkomen voor de grote finale. We gaan eruit op de beste winst natuurlijk. Als goed is hebben jullie allemaal schijven gekregen voor de punten die jullie hebben. Die zijn morgen heel belangrijk. De stemronde van vandaag zelf nog mee voor extra schijven voor morgen. Goed slapen, morgen fit. Mentaal fit, fysiek fit, allemaal belangrijk in de laatste test morgen. En dan weten we morgenavond wie hier als winnaar van Expeditie Rob en John 2018 naar huis gaat.